Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met PokerArchitect. En ik heb dus vandaag eventjes een planningje van dat ik wat meer van die cellenblokjes ga maken hier onderin. Ja, misschien hierachter, want hier hebben we nog een beetje ruimte. Behalve het probleem is dat ik niet echt veel geld heb, dus ik zal eventjes moeten gaan wachten totdat ik wat meer geld heb. Dus ik ga in ieder geval even in de tussentijd eventjes een beetje lopen tekenen. Van waar ik ze ongeveer wil hebben. Ik denk dat ik gewoon een gangetje hier door wil gaan maken. Zodat die sluipertorens en die veilig omheining niet gewoon hier blijven. Zodat ik daar niet zoveel geld in hoef te gaan steken. Dus dan wordt hier dus een nieuw celblokje gemaakt. Even kijken, dit zijn gewoon 4x5. Dus ik heb dan hier gewoon een deurtje. En dan gaan we gewoon hier even verder. En dan heb ik hier liever ook een deurtje. En dan gaan we nog een beetje meer deze kant op. Kunnen we dan hier nog wat meer cellenblokjes regelen. En dan kunnen we die ook nog eventjes een beetje vastmaken aan deze. Oh, niet zo. Want die kunnen we dan gewoon tot aan hier. Bijvoorbeeld eventjes kijken. Ja, dat komt net goed. Uit. Hoppakee, zo. Want dan blijft die sluipertoren daar ook in ieder geval staan. Dat is wel fijn. En waarom heb ik deze zo neergezet? Zo wordt die te staan. Dan hebben we hier gewoon nog van die kleine gedeeltes ertussen zitten. Waar we dan nog iets kunnen neerzetten. Dus dan misschien dat ik deze nog wel weg moet halen. Want dat is een beetje apart als je dat dan daar hebt staan. En dan gaat deze veilige omheining natuurlijk wel weg. Voor de zekerheid. Ondertussen ga ik dit eventjes zo neerzetten. Zodat we wat meer een soort van gangenstelsel krijgen. Wat ik wel een beetje graag wil. Dus dan zet ik dat ook even hier neer. Hier ook allemaal. Oké, en hoe doe ik dat hier? Want hier komt dan ook nog een deurtje. Dus dan dat eigenlijk hier ook zo te zitten. Oké. En dan komen hier beneden natuurlijk nog wat meer cellblokken. En ik weet eigenlijk totaal niet wanneer ik dit gebied heb gekocht. En waarom doet deze deur het niet? Dat er dus een hele opstopping gemaakt daarvoor. I don't know. Het is niet echt bepaald handig als je al die deuren de hele tijd moet op en dicht doen. Oké, dat zijn ze allemaal weer weg. En holy fuck, er staan veel gevangenen hier. Eens even zien. Oké, we gaan in ieder geval weer verder. Kunnen we hier dus nog weer mooi nieuwe celletjes maken. Hoe groot zou ik het ongeveer maken? Ik denk iets van... Hoeveel staat er? 40 meter. Ja, dat is wel prima, denk ik. We hopen dat ik het een beetje goed uit wordt gelijnd. Dat zal vast wel weer niet. Nee. Oh ja, toch wel. Laat maar. Ik wou wel zeggen. Oké, dan kunnen we hier nog eentje neer tekenen. Deze binnenmuurtje is wel gewoon eventjes leeg. Nee, deze moet er blijven staan. Dan heb ik in ieder geval een beetje een plannetje. En misschien dat we hier nog ook wel eventjes wat meer... of een nieuwe luchtplaats moeten gaan bouwen. Het is echt gewoon een heel nieuw cellenblok met kantine, douches, luchtplaatsen en dat soort dingen. Dus eens even zien. Dan wil ik misschien hier een gangetje... Dus deze wil ik hier weg hebben. Dus dan gaat het hier een gangetje dan... Beetje zo deze kant op.
dan komt er hier gewoon een ruimte te zitten. Van 13. Oké, okay, hoeveel is dit eigenlijk? 17. Oké, okay, 17. Nou, dan kunnen we hieronder nog wel eventjes, denk ik, een luchtplaats maken. Dus dan maak ik hier gewoon een gangetje gelijk door. Dus dan wil ik hier eigenlijk... ja, zo. Dat hier dan gewoon een beetje de douches komen. En dan kunnen ze hier nog naar buiten om dan, nou ja, hier de luchtplaats te kunnen bereiken. Zo, daar de luchtplaats. Alleen komt het dan misschien niet hier goed uit. Dus als we deze nog gewoon weghalen. En dan gewoon ietsjes kleiner maken, deze cellenblokken. Dan hebben we daar ook niet zo'n last mee, vind ik eigenlijk. Dan ziet het er niet echt mooi uit als het dan een beetje uitsteekt. Nou, hier hebben we dus de douches. Dan tik ik wel gewoon even een D van de douche en de L van luchtplaats. Dan weet ik in ieder geval wat is. En dan gaan we nog een beetje deze kant op. En dan wil ik hier eigenlijk een beetje hetzelfde wat aan de andere kant hebben. Maar dan voor een keukentje en voor een... Nou, voor een... kantine. Ja. Eens even zien. Dus die steek dan hier naartoe. Oké, okay, hoeveel was dit in totaal? 14. 14. En dan hier... 17. Zo, 17. En dan hebben we hier dan weer zo'n... Oké, okay, dan zet ik hier een deurtje neer. Nee. Even kijken, als dit hier de muur wordt, dan... Okay, wat is er allemaal een tikken daarachter? Fuck zijn ze allemaal doen? Even gewoon de onderzoek, want ik vertrouw het niet helemaal. Oké, okay, dan komen hier gewoon deurtjes voor de keuken. En dan wil ik... Nou ja. Hier gewoon de kantine hebben. Die ik dan wel open heb. Dus dan komt hier bijvoorbeeld wel gewoon een metaaldetector te zitten. Hier dus. En dan... Nou ja, hier. En gewoon bij iedere ingang. Oké, okay, dat is een beetje vaag getekend. Want nu is een stukje van de muur weg. Ik heb zo'n gevoel dat er nog ergens wel een... nou ja. Tunnels zijn gegraven. Burgemeester Calvin Heller. Een ongeluk in een andere gevangenis heeft mogelijke problemen met de beveiliging aan het licht gebracht. Tijdens bezoek van familie. Dat de processen goed bekeken kunnen worden, is er geen bezoek meer toegestaan. Je hebt 12 uur in de tijd om alle bezoekersruimte uit je gevangenis te verwijderen. En ik zie dat er een tunnel is gegraven. Oké, okay, dat is hier. Oké, okay, dat is niet zo'n lange tunnel in ieder geval. Waar we wel vaak tegenaan komen. Oké, okay, dus dan moet ik eventjes snel naar de bezoekersruimte, waar ik die ook alweer heb, is mijn vraag. En misschien dat we verderop in de gevangenis ook nog wel eventjes een keer een bezoekersruimte moeten gaan plaatsen. Oké, okay, want hier hebben we dan één bezoekersruimte. Maar als bijvoorbeeld gevangenen van deze kant van de gevangenis helemaal daar naartoe moeten lopen, dat is best wel een stuk. Dus kun je beter ook eentje ergens achterin neerzetten, maar dan meer beveiligd, laat ik maar zeggen. Dat je van deze, hoe heet het, deze, de bezoekersruimte dus zelf hebt met die gewone bezoekers. En dat er dan via de telefoon ook wordt meegeluisterd. Dat is misschien wel handig. En waarom is deze isoleercellen zo bloederig? Nou, ik zou het niet weten. Oké, okay, waar was ik mee bezig? Nou, dit was allemaal klaar als het goed is. Nou, ik denk dat ik dan... volgende aflevering daar wel even mee gaan beginnen. En dan ga ik misschien ook alvast een nieuwe bezoekersruimtetje regelen, lijkt mij. En waar zou ik die even neer gaan plaatsen? Nou, hier in de hoek lijkt me niet misschien zo'n verstandig idee. Misschien hier? Dus hoe ga ik dat even tekenen? Even zien. Ik moet hier even een gangetje naartoe. Misschien moet ik dat in de volgende aflevering ook eventjes gaan maken dan, denk ik. Hoe ga ik dit even doen? Dit is misschien standig om het zo te hebben, zodat ze sowieso niet te langs heen komen. Oké, okay, dan wil ik een bezoekersruimtetje van... Nou, laten we gewoon 17 bij 17 maken. Vind ik wel zat, eigenlijk. Hoeft niet zo groot te zijn, gelukkig.
Oh. Nou, dan tikken we dit gewoon even hier zo door en dan hier naartoe. Dus er komt daar een deurtje te zitten. Nee, ik wil even kijken hoe de. Hoe die bezoekersgedeeltes daar precies komen te staan. Oké, okay, bezoekersgevangen. Dus dat is 2 bij 2. Oké, okay, dus dan moet hier weer een. Nee, hier een deurtje komen. Hier een voorwerp, hier een voorwerp. Hier. En hier? Dat is al wel best wel veel. Oké, okay, gaat dit passen? Hoe heb ik dat aan de andere kant gedaan? Ja, precies op die reden. Op die manier. Dus, nou. Dus dan moet ik deze wel weg, want dan kan ik hier nog even een muurtje plaatsen. Hier komt dan een deurtje te zitten voor de. Nee. Nu moet ik even nadenken. Hoe ga ik dit precies doen? Misschien als ik deze. Even meer hier richting teken. Zodat dan de muur hier komt te zitten en hier. Zodat die snipertoren wel weg kan. Want die staat nu wel een beetje op de verkeerde plaats, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Oké, nou, hier komt dus een deurtje te zitten voor de gevangenen. Hier eentje. Nou, hier komen we dan weer bezoekers tussendoor. Hier mag een deurtje. Nou, dit mag wel even weer weg. Misschien niet zo'n verstandig idee. Dus, ik tik dit even weer weg. Dus als ik het goed moet hebben, dan moet ik eigenlijk vanaf bovenin beginnen. Dus dat kan, ja, dat kan. Dus even zien. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Oké, okay, zeven. Dus dan wil ik er hier weer eentje hebben. Oh, en we hebben weer een tunnel gevonden. Nou, die haal ik zo wel even weg. Oké, okay, dan wil ik dat we hier gevangenen komen zitten. Hier aan de bovenkant. Hier moeten dan weer gevangenen komen te zitten. En dan moet deze eigenlijk weg. Dus dan wordt de ruimte een beetje ingekort. Zoiets. Zoiets moet het dan worden. Als ik het goed heb. Het twijfelgevalletje. Zien. Hier moet dan een deurtje komen. En hier. Nou, hier ook. Nou, hier zijn er wel metaaldetectors. Dus dat komt helemaal goed. Oh, er is er daar eentje gevonden. Maar dat zien ze niet. Of dat hebben we nog niet de tunnel vanzelf gevonden. Behalve een hondje heeft het in ieder geval gevonden. Nou, in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Dus de volgende aflevering gaan we dus hiermee beginnen met deze gehele nieuwe cellenblok. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.